I am back. Unique and perfect is what you are. Your miracle will come true. Sophie's choice. Super veel zin om nieuwe Q&A's te gaan opnemen. Jullie weten dat ik even een pauze had ingelast omdat ik al mijn focus en aandacht nodig had voor 7 april. Ik wilde echt 7 april volledig vanuit alignment, nou ja, daar staan. En dat is ook echt gelukt. 7 april was magisch. Ik heb er ook een podcast over opgenomen waarin ik er iets meer over vertel. Maar het was eigenlijk zo magisch dat ik er niet eens woorden voor heb. Het heeft ook echt een aantal dagen nodig gehad om een beetje in te zinken. En het effect, nou ja, echt een beetje na te voelen. Wat dus super leuk is, ik had die pauze ingelast en op dat moment wist ik nog niet dat ik die Q&A's uiteindelijk op een andere manier zou gaan doen. Jullie weten wel dat ik op een gegeven moment eerder al op een punt stond dat ik dacht van, oh ja, ik voel wel dat ik die Q&A's wil doen, maar ik weet niet precies hoe het nou lekker voelt. Toen ben ik het uiteindelijk weer achter de laptop gaan doen. Dat voelde zeker ook al een stuk comfortabeler. En toen uiteindelijk ben ik, geloof ik, een week voordat het event er was, ben ik teruggegaan naar mijn wonder. Jullie weten, elk kwartaal maak ik mijn wonder. En daarin schrijf ik dan op, zeg maar, hoe mijn ideale leven eruit ziet. En wat ik dan altijd doe als ik mijn wonder heb opgeschreven, is dat ik ga onderzoeken wat ik al daadwerkelijk kan gaan uitvoeren van het wonder. Heel veel van ons zijn vaak geneigd om te wachten tot de perfecte omstandigheden voordat we iets gaan doen. Ik draai het altijd om. Ik bedenk, oké, hoe ziet mijn ideale leven eruit? En dan ga ik gewoon kijken, wat kan ik nu al in actie zetten? Een van de dingen die in mijn wonders naar voren kwam, was dat ik een high-end coachingprogramma ging neerzetten met een groep ondernemers, 10 ondernemers, die volledig hun licht willen laten schijnen. Voor ook echt een high-end prijs. Had ik kunnen wachten tot over een half jaar of een jaar, maar ik dacht, hoezo ga ik wachten? Fuck it, dat wil ik gewoon nu. Dus ik ben dat gaan lanceren. Met succes, want ik heb gewoon al een hele mooie groep vrouwen nu staan. Een van de andere dingen die in mijn wonder naar voren kwam, is dat ik echt een super goed bekeken Q&A show heb. Nou, het loopt al overal super goed, maar ook dat ik daar zelf bijna geen omkijker meer naar zou hebben. Ja, tuurlijk moet ik de video's opnemen, want ik ben degene die de informatie deelt. Maar in dat wonder was ik daar niet meer zo mee bezig als dat ik dat nu ben. Weet je wel, dat ik video's moet opnemen, dat ik ze moet editen, dat ik eigenlijk nog niet helemaal tevreden ben over de kwaliteit. Dat was in dat wonder allemaal niet. Dus toen ben ik gaan nadenken en toen ben ik gaan denken, oké, hoe zou ik dat dan kunnen gaan doen? Toen dacht ik, nee, in dat wonder zou ik gewoon een videograaf hebben die dat zou doen. Dus ik heb de videograaf die ik ken, die ook 7 april alles heeft gefilmd, Ilja Delano, heb ik hem een berichtje gestuurd en zegt, nou, voor in de toekomst, echt nog zo heel erg onder voorbehoud, voor in de toekomst, als ik meer geld ga manifesteren, hoeveel zou het kosten als jij mijn opnames zou gaan doen en editen? Nou, hij kwam met een voorstel terug. En toen dacht ik, ja maar zo, hoezo voor in de toekomst? Ga het gewoon nu doen. Als jij nu doorgeeft aan het universum dat je serieus bent om je why op een grootse manier naar buiten te gaan brengen, ga dan ook nu serieus doorpakken en ga gewoon die next step nemen. En ja, het is geld. Zeker, het is geld. En als ik het zelf zou doen, zou ik het geld niet hoeven te betalen. Maar de rust en de ruimte die het mij oplevert om het nu uit handen te geven, is zo'n verrijking. Want dit betekent dat ik 1 dag in de week hiermee bezig ben, of een halve dag, dat ik het verder helemaal uit handen kan geven en dus super veel ruimte in mijn hoofd hou om in die alignment te komen. Want dat is namelijk een ander ding wat in mijn wonder naar boven kwam, dat ik 3 weken redelijk op de achtergrond ga zijn en 1 week vol aan. En in die week vol aan ga ik dan ook onder andere met Ilja deze Q&A's opnemen. Dus ik kijk er nu al naar uit hoeveel ruimte me dat gaat geven. Ik ben er nu al heel erg van aan het genieten. En ik ben dus eigenlijk voor vandaag, wil ik een Q&A vraag aan jullie stellen. Wat zou jou volledig in staat zetten om echt jouw leven vanuit alignment te werken? Laat me dat weten in de comments. Ik ben daar echt heel erg benieuwd naar. Dus wat zou jij uit handen willen geven? En laat het achter en ga daarna ook echt voor jezelf onderzoeken. Kan ik dat niet gewoon al doen? Kan ik niet al andere keuzes maken en gewoon ervoor kiezen om dit te gaan doen? Geloof me, als je het uit handen gaat geven en je gaat nog meer vanuit alignment werken, ontstaat er nog meer ruimte om nog meer magische dingen te gaan creëren. Dus let me know, ik ben super nieuwsgierig en voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken weer van deze eerste Q&A na een korte pauzeperiode. En geloof me, er staan super veel inspirerende podcasts,
Q&A's voor je klaar. Dus als je nog geen abonnee bent, abonneer je dan eventjes via de link. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe Q&A. Ciao voor nu.